De toverstok. 1, 2, 3, 4, 5. Ik kom eraan, Lisa. Je bent vast nog heel dichtbij. Eens kijken, ben je daar? Of misschien hier? Of hier? Gevonden! Kom maar eens hier, Lisa. Ik heb je gevonden, hoor. Nu is het mijn beurt. Niet vastspelen. Lisa, waar ben je? Lisa? Ah. Wauw, dat is mooi. Ah! Huh? Wat voor boek is dit? Fantasy World? Hij wil niet open. Lisa! Oh, wauw! Kijk wat ik gevonden heb. Een toverstok. Wat is er? Het is een mooie toverstok. Mooier dan de mijne. Huh? Lisa, wat is er nu met je? Wauw! Het is een echte toverstok. Laten we hem proberen. Wil jij er ook één hebben? Oh, graag. Eén voor jou en één voor mij. Maar nu heb je hem opgegeten. Nee hoor, ik heb niks gedaan, maar jij wel. Dat lieg je. Ik wil mijn stuk taart. Maar ik lieg niet. Sst. Dit stuk hier stond op een hele andere plek. Jij speelt vals. Wat? Noem je mij nu valsspeler? Mij? Ik stop ermee. Pak de bal maar, Spot. Vooruit, ik gooi nog een keertje. Wat ben je toch grappig, Spot. Ik zag het wel, jij deed het. Kijk, als ik het niet dacht. Nu snappen we eindelijk hoe het zit. Jij was het dus. Door jou heb ik nu geen stukje taart dat kunnen eten. Dat was niet de bedoeling. Het spijt me. Maar vonden jullie het niet grappig? Voor jou misschien, maar niet voor ons. Het is echt niet grappig om te verliezen. Of als je taart op je gezicht krijgt. Ik ga naar huis. Ik ook. Niet weggaan. Het was maar gewoon een spelletje. Want ik heb een toverstok. Kijk. Ik weet wat. Lisa, vertrouw me maar. Toverstok uitproberen. En wij willen ook sorry zeggen omdat we zo boos werden. Want je hebt een goed hart. Magic Tears! Wow! Wow, wat een thuis, hè? Lekker! Een reuzenschaakbord. Wow. Wat geweldig! Dankjewel, Lala. Heel leuk. Wacht, ik laat jullie zien wat ik met mijn nieuwe toverstok kan doen. Huh? Net lag hij nog hier. En Lisa? Heeft iemand misschien Lisa gezien? Lisa?
Het verborgen zonnestelsel, deel 1. Oh. Hallo. Wat ben je aan het doen, Wendy? Ik zoek naar een zonnestelsel dat eruit ziet als een grote blauwe ster. Dat lijkt me leuk, zeg. Mag ik helpen? Tuurlijk. Kom maar boven. Als je rechts kijkt, zie je het mooie regenboogzonnestelsel. Wauw, dat zijn een heleboel kleuren. En als je naar links kijkt, zie je het ijshoorntje sterrenstelsel. Het ijshoorntje wat? Ach, wat maakt het uit? Ik kan de maan zien! Wat? Maar het zonnestelsel met de blauwe ster kan ik niet vinden. Nee, klopt. Kan ik ook niet. Het is het enige zonnestelsel dat ik nog moet vinden om te tekenen. Maar het is zo ver weg dat je het niet kunt zien. Welterusten, Missy. Ik ga het morgen nog eens proberen. Van deze kant zie ik er nog beter uit. Maar die heb ik allemaal al. Hey, huh? Weten jullie misschien waar al dat lawaai vandaan komt? Ja, dat is Missy. Ze heeft weer eens een heel goed idee, vindt ze zelf. Missy dus. Missy, je maakt zoveel lawaai. Ik probeer te slapen. Hallo, Wendy. Hou de hamer even voor me vast, wil je? Oké, geef hem nu maar weer terug. Klaar! Ik heb de hele nacht gewerkt aan jouw ruimteschip! Nu heb je een manier om bij je speciale zonnestelsel te komen. En we kunnen ruimtereisjes organiseren voor de anderen. Maar misschien is hij nog niet helemaal klaar voor gebruik. Missy, het lijkt erop dat het helemaal niet gaat werken. Maar toch bedankt. Je bent een lieve vriendin. Schip is klaar voor gebruik. Wat een mooi schip, zeg. Ja! Er zit zelfs een instructieboek bij. Neem hier eens een foto van mij. Zien we er niet goed uit? Wat was dat? Wendy, Lena, Lady en Lulu zijn de ruimte ingevlogen. Echt waar? Tjonge. En hoe moeten ze dan weer terugkomen? Terugkomen? Oh, nou, terugkomen! Inderdaad! Hoe moeten ze weer terugkomen? Dat was schrikken. Gelukkig is het schip niet opgestegen, want dan zweefden we nu door de ruimte. Het is alweer donker, zien jullie dat? Wat is deze dag snel voorbij gegaan? Lena, er klopt hier iets niet. We zijn in de ruimte! Cry babies, magic tears. De wereld van vriendschappen, magie zal zien.
Een baby met talent. Welkom bij de eerste voorstelling van onze nieuwe show Baby's met Talent. En wie van de baby's ontvangt straks de grote prijs? Oké, meiden, in de rij. We beginnen over een minuut. Abracadabra, hocus pocus. Iedereen opzij voor het echte talent. Huh? Nala, niet voordringen, hè? Dotty mag zo beginnen. Het maakt mij niet uit, hoor. Ze mag van mij best eerst. De wedstrijd gaat nu beginnen. Als eerst wil ik een groot applaus voor de vakkundige jury. Met onze eigen lieve Katie. En de altijd actieve Fancy. En natuurlijk, Lady. Ze slaapt overal wel doorheen. En dan nu de eerste deelnemer. Ik moet op Nietes. Dottie mag als eerste. Oh, nee hoor. Nala mag wel voor als ze wil. Doe maar. Van mij mag je als eerste. Ja, maar dan wil ik ook. Mag ik? Sorry, meiden. Ik ga laten zien wat mijn talent is. Hey. Nala, kom eens terug, jij. Je bent nog niet aan de beurt. Let goed op. Zoiets als dit hebben jullie nog nooit gehoord. Oh. Dus hou je vast. En dank je, Nala. Je hebt gelijk. Zoiets hebben we nog nooit gehoord. Wacht even. Ik weet nog een liedje. De volgende. Wil jij voor? Graag, dank je. Wel terug. Maar we gaan snel weer door. En wie is ons volgende talent? Ik ben de volgende. Maar Connie, de volgende is... Tada! Oh, dit wordt spannend, zeg. Jullie zien het. Hier kan echt van alles gebeuren. Ik ga nog wat spelen. Ah! Wie is de volgende? Wat hier nodig is, is een beetje magie. Abracadabra. En dan laat ik nu de bal verdwijnen. Huh? Abracadabra. Ah! En daar is Lea weer. Goed, hoort er allemaal bij, hoor. Oh, auw. En nu gaat de bal verdwijnen. Onze laatste hutselbattermissie. Nu gaan ze het toneel af. Let op. Het zijn wel volhouders. Dat is toch bijzonder. Ik stop ermee. Ik geef het op. Zijn er deelnemers die nog niet geweest zijn? Oké, mensen. Zo te zien zijn er geen andere deelnemers. En gaat de grote prijs dus naar...
Joepie, yay! Oh, het is er nog niet. Jammer. Ik kan niet wachten. Ik ben zo benieuwd. Het zou nu wel een keer moeten komen. Wacht maar, Kitty. Dit is echt het leukste dat er is. Ja! Daar is het, daar is het! Eindelijk, wat fijn! Cool! Ik heb er zo naar uitgekeken. Wat heb je daar? Wat ik hier heb? Oh, dit is de Super 3000 plantwaterrobot. Wauw, die is mooi, zeg. Met deze robot kan ik mijn hele tuintje water geven. Wat een leuk robotje! Oh! Wat zijn dat voor tekeningen? Laat eens zien. Volgens mij moet je daar iets mee doen. Maar ik snap er helemaal niks van, Katie. Nee, ik ook niet. Misschien kunnen Nala en Lea ons ermee helpen. Laten we ze zoeken. Neem deze mee. Dan blijf ik bij Lady. Oh, niet aankomen. Ik weet hoe jij bent. Oké. Van Katie kapot gemaakt. Maar als ik hem zo laat staan, ziet hij er niet kapot uit, toch? Connie, kijk toch uit! Mijn plantwaterrobot! Connie, heb jij dat gedaan? Ik heb hem maar een klein stootje gegeven. En ik deed het niet expres. Ik vind het zo erg, Katie. Het spijt me dat ik hem heb stuk gemaakt. Nou ja, misschien kun je hem... Ah, kijk uit! Oh. Help, de waterplantrobot wordt helemaal wild. Ah! Weg jij! Oeh, wat mooi! De gouden speen! Au, ik heb de gouden speen! De robot kapot gemaakt. Wat? Het spijt me zo, Katie. Het spijt me zo, Connie. Ik heb gejokt en ik weet niet waarom. Ik meen het. Het spijt me echt heel erg. Maar zoiets kan je me best vertellen. Ik word echt niet boos. En je was daarnet heel dapper. Ik weet zeker dat je dit niet expres hebt gedaan. En trouwens, je hebt ons gered. Die sprong die je maakte was echt super. Dus jullie zijn niet kwaad op me? Nee hoor, waarom zou ik? Het is maar een plantwaterrobot. Wel een echte Super 3000. Magic Tears! Wow! Grappig, hij is niet kapot, maar ik heb de fonteinrobot besteld. En niet de plantwaterrobot. Ik moet de volgende keer wel beter kijken. Hey meiden. Dan beloof ik dat ik niet meer op alle knopjes druk. Dit is de mooiste tuin